De duizenden piepjes en alarmsignalen in het ziekenhuis leveren stress en onrust. Artsen van het Radboud UMC doen nu onderzoek naar een stillere afdeling. Als we alle alarmen die wij toen op de kamer kregen hadden doorgezet naar onze zorgtelefoon, we hebben nu een zorgtelefoon waar al die alarmen op komen, dan zouden we met z'n allen helemaal gek geworden zijn van de hoeveelheid alarmen. En verder in het nieuws vandaag. Het werk van de Gebroeders van Limburg in een modern jasje en een kijkje in het Aziatische leven tijdens een jaarmarkt in Nijmegen. In het Radboud UMC gaan dagelijks duizenden alarmen af op de intensive care. Een groot deel daarvan blijkt niet noodzakelijk te zijn. Dit kan leiden tot stress en onrust bij medewerkers en patiënten van het ziekenhuis. Twee artsen van het Radboud UMC hebben nu onderzoek gedaan naar een minder alarmerende afdeling. In het Radboud UMC klinkt het op de intensive care dagelijks van alle kanten. Piepjes en alarmen die zorgverleners waarschuwen. Maar wat als een groot deel van die piepjes eigenlijk niet nodig is? In Nijmegen wordt nu onderzocht of minder alarmen bijdragen aan een rustiger en veiliger ziekenhuis. Eigenlijk hebben we die studie al een groot gedeelte afgerond. We hebben al heel veel alarmen kunnen reduceren. En we zijn nog geen stille NICU, maar we zijn wel al een heel stuk stiller. En dat is heel fijn voor onze verpleegkundigen, maar ook heel fijn voor onze patiëntjes. Op de neonatale intensive care unit, de NICU, van het Radboud UMC zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, waardoor het aantal alarmen steeds meer werd. Op de afdeling waar kinderen liggen die intensieve zorg en bewaking nodig hebben, zijn ze van zaalverpleging naar aparte eenpersoonskamers gegaan. Er moest dus verandering komen. Als we alle alarmen die wij toen op de kamer kregen hadden doorgezet naar onze zorgtelefoon, we hebben nu een zorgtelefoon waar al die alarmen op komen, dan zouden we met z'n allen helemaal gek geworden zijn van de hoeveelheid alarmen. Naast de vele alarmen op bijvoorbeeld zorgtelefoons van artsen, geeft het ook een hoop onrust bij de patiënten. Het aantal alarmen moest dus verminderd worden. Het waren er ongeveer 250 per patiënt per dag die gegenereerd werden. Dan moet je nogmaals onderscheid maken tussen wat er op de kamer gebeurt en wat er op die zorgtelefoon komt. En inderdaad, wat er op die zorgtelefoon komt, hebben we kunnen halveren. Als je je voorstelt hoeveel alarmen en geluiden er op een kamer kunnen gaan en je kunt er daar heel veel afhalen, dat betekent dat mijn patiënt beter door kan slapen, beter kan groeien, beter in zijn saturatie blijft. Dus ja, zeker voor de patiënt is het ook veel beter. Samen met andere medische teams is er gekeken naar welke alarmen nu echt belangrijk zijn en welke verminderd zouden kunnen worden. Daarnaast hopen de twee artsen dat andere ziekenhuizen hier ook mee aan de slag gaan. Ja, daar denk je natuurlijk nooit alleen over na. Dat doe je met een hele groep. Dat hebben we ook met z'n allen gedaan. Met de artsen, met de medisch-technische dienst, maar ook met een hele groep verpleegkundigen. En er zijn natuurlijk altijd belangrijke vitale parameters die heel belangrijk zijn. Die wil je altijd hebben. Daar kun je weinig keuzes in maken. Maar er zijn ook alarmen die technisch zijn. Of die aangeven dat er iets op is van water voor een couveuse of water voor een beademingsmachine. Kijk, dat zijn natuurlijk de makkelijke keuzes. En daar een heleboel tussenin. De stappen die we gezet hebben, die zijn ook interessant voor andere ziekenhuizen. Maar ook de resultaten die we hebben geboekt. Dus de interventies, de maatregelen die we hebben ingevoerd en het effect wat we daarmee bereikt hebben. Ja, daar kunnen andere afdelingen en ziekenhuizen zeker van leren. Graag zelfs. Ik hoop dat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. In de Nijmeegse Stevenskerk opent komende zondag een expositie rondom de middeleeuwse schilders van Limburg. Kunstenaars van de Unit Academie lieten zich inspireren door deze Nijmeegse schilders en stellen hun werk tentoon tijdens de expositie Echt van Limburg. De Gebroeders van Limburg worden wereldwijd bewonderd om hun kunstwerken. Hun originele werken zijn nauwelijks toegankelijk, maar deze tentoonstelling maakt hun kunst voor even tastbaar. Kunstenaars van de Unit Academie, een academie waar jongvolwassenen met een bijzonder beeldend talent werken, combineren de stijl van de Gebroeders van Limburg met de hedendaagse maatschappij. Het gaat over Echt van Limburg en dit zijn een aantal kunstenaars die hebben zich laten inspireren door die kunst van die Gebroeders van Limburg. En die van Limburg, ja, dat zijn de eerste kunstenaars van Nijmegen die we bij naam en werk kennen. Ja, en dat is toch heel leuk dat die na 600 jaar nog anderen kunnen prikkelen. De jonge kunstenaars hebben zich eerst moeten verdiepen in het werk van de Gebroeders van Limburg. We zijn begonnen met eerst het werk van de Gebroeders van Limburg te bekijken en de technieken te leren die de Gebroeders van Limburg gebruikten. En vervolgens zijn ze allemaal op hun eigen wijze aan de gang gegaan met het werk van de Gebroeders van Limburg. Door de verschillende stijlen van kunst die hier tentoongesteld worden, hoopt Van der Heijden dat ze met deze expositie anderen kunnen inspireren. Nou ja, je hoopt altijd dat mensen op die manier ook op een andere manier gaan kijken naar kunst. Ook naar die oude kunst. Sommigen vinden dat misschien heel oud en voorbij enzovoort. Maar dat is helemaal niet zo. Want er zitten gewoon allerlei dingetjes in en thema's. En de manier van werken die bijzonder is. En die gewoon nog steeds heel inspirerend werken. Dus ik hoop dat mensen inspiratie opdoen. De omstreden Palestijnse activist Mohamed Khatib is niet welkom in Nederland. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid weigert hem de toegang tot Nederland. Khatib zou maandag een seminar geven in Nijmegen op uitnodiging van werknemers van de Radboud Universiteit. Van Wil nam zijn beslissing samen met minister Faber van Asiel en Migratie. Een meerderheid van het parlement vroeg hem eerder deze week te voorkomen dat Khatib zou spreken op de Nijmeegse universiteit. Op onze website rn7.nl is meer te lezen over de beslissing van de minister. En dit weekend komt er weer een einde aan de zomertijd. Dat betekent dat de klok een uur achteruit wordt gezet. Dit gebeurt in de nacht van zaterdag op zondag. Om 3 uur 's nachts wordt de klok teruggezet naar 2 uur. En daardoor kunnen we weer een uurtje langer slapen. In het laatste weekend van maart gaat de zomertijd vervolgens weer in. De kunstenaars Michiel van der Werf en Danny Vonen merkten het steeds vaker. Kunst die voornamelijk door de lens van een mobiele telefoon wordt bekeken. En dat inspireerde hen tot een nieuw project. In hun expositie, die deze week van start gaat, wordt bezoekers gevraagd om even van hun telefoon te scheiden. Het idee, als bezoeker mag je het museum niet in, maar als mobiele telefoon wel. De expositie is te zien in Expo Bart, waar Julia Frenke ons meeneemt in deze nieuwe manier van kunst beleven. En dus als je hier bent zul je ook zien dat de camera van jouw telefoon, die dus een reis gaat maken door het museum, iets heel anders ziet dan jouw eigen ogen. Dus er zit een soort vervreemdend effect in, wat wel een leuke verrassing is. Het leuke is dat je inderdaad zelf onderdeel gaat zijn van hetgene wat jouw telefoon gaat vastleggen. Dus er zijn allerlei kleine opdrachtjes op de installatie. En die opdrachtjes gaat onze verslaggever Remco natuurlijk ook even uitproberen. De telefoon gaat op dit moment door het museum heen en ik kan zelf dus deelnemen aan het museum. Zo blaas ik hier door raampjes heen. Ik steek even mijn hand op een doek en dat ziet mijn telefoon dus van binnen. En het grappige is dat de camera van je telefoon en door het ontwerp van de ruimtes er heel erg met schaal gespeeld wordt. Dus als je straks de video terugziet, is het een heel grappig resultaat. En dat resultaat, dat ontvang je dan middels een video op je telefoon. Culturele optredens, de Oosterse keuken en producten die je hier niet snel in de winkels ziet liggen. De Aziatische jaarmarkt Pasar Malam vindt dit weekend weer plaats in de Nijmeegse Jan Massinkhal. Voor de regio is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met een misschien wel onbekende cultuur. De Jan Massinkhal is dit weekend omgetoverd tot een bruisende Aziatische markt, de Pasar Malam. Bezoekers ervaren hier een mix van kleuren, geuren, smaken en tradities uit de Aziatische cultuur. Ja, ik zou bijna willen zeggen, wat kom je niet tegen? Je zou eigenlijk kunnen zeggen, er zijn twee grote groepen. We hebben de gewone standhouders met allemaal producten. En dan hebben we natuurlijk de restaurants en de snackcorners. Van traditionele saté en lumpia's tot geurige rijstschotels en zoete lekkernijen. De markt brengt op verschillende manieren deze smaken van Azië naar Nijmegen. Restaurants die hebben saté, maar die hebben ook volledige maaltijden. Maar die hebben ook bijvoorbeeld chendol, wat een speciaal ijsje is. Een koele drank met allerlei soorten vruchten. Dat is eigenlijk één deel. Hè? Mensen komen hier altijd op de markt om lekker gezellig te eten, lekker te zitten met elkaar. En weer een beetje terug te gaan naar vroeger. Van, hé, ik kan nu weer eens echt authentiek eten, wat ik vroeger ook had. Er zijn niet alleen eetkraampjes te vinden, maar ook verschillende producten en ambachten te zien. Veel van deze producten zijn authentiek en geven een kijkje in de cultuur van Aziatische landen. Dan zie je gewoon mensen met allerlei crèmetjes staan. Maar je ziet daar ook met kleding, batok-kleding. Maar ook, laten we zeggen, met houtsnijwerk. Volgens organisator John van Hees is het belangrijk dat de Aziatische cultuur ook in Nederland blijft bestaan. Nou, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, want er zijn mensen natuurlijk ooit uit andere culturen, uit andere landen hierheen gekomen. Nou, en ik weet niet of je iets weet van Nederlanders die bij wijze van spreken geëmigreerd zijn naar Australië of naar Amerika. Ja, waar je geboren bent, dat zit toch gewoon, dat zijn je roots, die zitten toch in je lijf. En omdat er dan allerlei mensen hierop afkomen, het is een soort trefpunt, is dat natuurlijk ook... Ons kent ons. Er komen soms mensen uit Groningen en er komen soms mensen uit Limburg. En die treffen elkaar dan hier in Nijmegen. Ja, en dan nog het weer. Daarover is momenteel weinig te zeggen. Het meest bijzondere daarin is het weer voor morgen. De zaterdag zal namelijk zonovergoten verlopen en het kwik loopt daarbij zelfs op tot zo'n 20 graden. En dat voor eind oktober. De dagen erna zakt de temperatuur langzaam iets terug, maar het blijft zacht. Zondag kan de dag nog starten met wat regen, maar verder blijft het droog en is er een mix van zon en bewolking. Ook in de nieuwe week blijft het voornamelijk droog en zacht herfstweer. Dit was het RN7 regionieuws van vrijdag 25 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of natuurlijk in de gratis RN7-app. De uitzendingen terugkijken kan altijd via ons YouTube-kanaal RN7 Online. Daar zijn ook alle andere programma's terug te vinden. En wij zijn er natuurlijk maandag weer. Een heel fijn weekend en graag tot dan.